De meeste ondernemers weten in de praktijk niet wat ze eigenlijk allemaal uit kunnen besteden. Daar neem ik jullie mee. Hoe is dat voor mij gegaan? Ja, ik was natuurlijk alleen. Ik startte de VIE Business Academy. En dacht, ja, nou moet het wel groter gaan worden. En nou kan ik het ook niet allemaal meer alleen gaan doen. Maar ik ben best wel een controlfreak. Dus ik dacht, nou, dat wordt best wel een uitdaging. Wendy begon mij te helpen met social media, met het versturen van nieuwsbrieven. Nou, en dat ging eigenlijk op een gegeven moment lekker. En ik dacht, nou, ik wil een stap verder. En dat is toch wel een ding om ja, iets wat je volledig onder controle hebt, los te gaan laten aan mensen. Maar dat betekent ook dat je goede mensen moet vinden. Toen kwam Yvonne in beeld. Die ging bij mij taken uit handen nemen op vlak van techniek. Want in mijn branche moet je wel heel veel met technische tools inregelen. Er kwam nog een VA bij op vlak van planning en organisatie. Nou, ging lekker. En op een gegeven moment dacht ik, nou, we gaan zo verder bouwen. Er komen straks nog meer mensen bij op vlak van marketing. Ik zat in Amerika begin van dit jaar, zelfs nog tot begin van de nacht te werken, omdat het uiteindelijk allemaal in de soep liep. Mailtjes werden verkeerd verzonden, klanten werden niet goed opgevolgd, planningen klopten niet, overzichten klopten niet. Ik heb echt bijna letterlijk staan janken in Amerika van, Jezus, waarom werkt het nou niet? Dus ik dacht, wat gaan we nu doen? Hoe komt het nu dat die hele organisatie gewoon niet goed loopt? En toen dacht ik, ja, mijn bedrijf groeit gewoon heel erg hard. En dat is echt serieus geen grapje. Mijn team kan mijn groei gewoon vaak niet bijhouden. En echt, VA's zijn fantastisch. Maar op een gegeven moment groei je zo hard, dan moet je ook keuzes maken en durven zeggen, hé, ik pak iemand vast in mijn team. En echt, ik heb nog nooit zo'n knoop in mijn maag gevoeld om iemand in dienst te nemen. En mensen zeiden echt tegen mij, je moet dat niet doen. Nee, dat trekt jouw bedrijf omlaag. Nee, je gaat, dat is echt de verkeerde keuze. Ja, dan moet je heel erg op je intuïtie blijven vertrouwen. En dat is iets wat ik de afgelopen jaren heel erg heb geleerd. Want wat zij zeggen, zegt iets over hoe hun het zouden doen. En niet hoe ik het moet doen. Nou echt, oké. Dus ik ben trouw gebleven aan mezelf. Ik heb mijn eigen koers bepaald. Uiteindelijk zijn we nu met 7 vaste mensen die wekelijks voor me werken. En 10 vaste leveranciers. En zonder hun had ik dit allemaal niet kunnen doen.